Kijk. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik heb vandaag een paar uurtjes over, niet zo heel veel. En het leek me leuk om hier ook dit strandje eens helemaal secuur af te zoeken. Dus, dat ga ik ook doen. Ik heb een leuke metaaldetector bij me. De Quest V80. Het is prachtig weer. Licht fris. Het heeft vanmorgen een beetje gevroren, maar het zonnetje schijnt heerlijk. Het is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Let's go! Als je de gyrosensor hebt, en dat is iets nieuws, dus dat vond ik wel leuk om eventjes nu uit te lichten. Dat is Auto Power Save On. Als je je metaaldetector neerlegt, dan gaat hij vanzelf in een spaarstand. En op het moment dat je hem weer oppakt, dan doet hij meteen weer vol power zoeken. Pump to ground balance. Pump to GB. En GB is ground balance. Als je die aanzet, dan hoef je geen knopjes meer in te drukken. Dan hoef je alleen maar te pompen. En dan gaat hij vanzelf de ground balance doen. En dan hebben we de auto ID stability. En door te berekenen hoe snel jij zwaait en hoe hoog jij zwaait. Dus ja, niet iedereen zwaait even recht. Dus hij berekent van oké, je zwaait heel snel en je zwaait soms wat hoger en soms wat lager. Ik pak een gemiddelde ervan en zo hou je dus een stabielere identificatienummer. Ik loop op park, het is geen zoutzand. De nummer van de tonen heb ik op 3 tonen staan. Dan kan je nog kiezen voor tone spaces, maar die laat ik nu even lekker staan. Pitstone, dus hoe hoog wil je die tonen hebben. En je kan kiezen voor de volumes. Dus wil je de laagste wat minder hard hebben, die heb ik op 4 staan, terwijl ik de 2 hoogste op 8 heb staan. Dan doen we nog even de noise cancelling. Ready to go! Ik ga jullie natuurlijk niet elk snippertje laten zien wat ik gevonden heb, maar in principe ga ik wel elk snippertje opgraven. Dit is een heel klein frummeltje aluminiumfolie van een sigarettenpakje of een pakje drinken. Ik ga alles graven, alles. Aan het eind ga ik laten zien wat ik allemaal heb opgegraven en dat zal hoofdzakelijk vuil zijn, maar ik ga alles opgraven, alles. Stak 70. Kijk. La Euro. Ja, daar kan ik een heel bijzonder verhaal over vertellen, maar dat is er gewoon niet. Gaat in de snoepjespot. Dikke BMW, jongen. Boah, dikke BMW. Ja, speelgoedautootje. Leuk. Vlugel, bier, trek, lip, alles door elkaar, heel veel.
kijk, dit is nou waarom je het doet. Alles graven. Alles graven. Dan komt er een ring tevoorschijn. Ja, ik weet helemaal niet of het een metalen of een zilveren of een wat voor ring het is. Maar het is wel een coole ring. Staat er nog wat in? Er staat niks in de ring. Maar hij is wel leuk. Toch? Misschien past hij mij wel. Hij past op mijn pink. Oh, dan ga ik hem dragen. Hij past op mijn pink. Waarschijnlijk was hij voor iemand anders voor zijn ringvinger, maar ik heb van die dikke worstenvingertjes. Kijk, als je bij een piratenschip gaat zoeken, dan wordt het makkelijk zoeken. Ah, daar is die. Ik denk, waar is die? Ah, daar heb ik niks aan. 5 frank. Ik dacht dat het 50 cent was. Maar ja, geld is geld. Toch? Nou moet ik natuurlijk wel zeggen dat ik hier zo vaak gezocht heb. En het is natuurlijk helemaal geen zomer. Dus eigenlijk mag ik helemaal niet klagen. De troep die je hier legt, ja, je gaat steeds selectiever zoeken. Vandaag dacht ik eens van, ik ga gewoon alles kraakjes en dingetjes die ik maar kan vinden, ga ik opgraven. En dat heeft dit opgeleverd. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik toch nog een ringetje had en een paar muntjes. Dus eigenlijk helemaal niet verkeerd. Het is maar net hoe je het bekijkt, hè? Het is maar net hoe je het benadert. Het voordeel van die parkjes is wel dat je zo, hop, je kent zo allemaal, huppatee. Dan houden we eigenlijk alleen maar dat over. Nee, dan hoef ik ook niet zoveel mee te sjouwen. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te doen. Maar vergeet ook zeker niet te abonneren. Ik zit bijna op de 13.000 subscribers. En wie weet geef ik wat weg. Je weet maar nooit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.